Ik heb gekozen voor een hertje van Jan Kriegen. Bij ons in de familie staat hij bekend als oom Jan Kriegen. Er is een familielink. Dat lag altijd bij mijn oma bij de open haard. En doordat het dicht bij de open haard lag... en het hertje slaapte... kreeg het een bepaalde warmte van de open haard... waardoor het niet als een koud beeld aanvoelde. En ik dus een soort dubbel warme herinneringen heb aan dat beeldje. Omdat ik dat als klein kind heel intrigerend vond. Ik een bijzondere band met mijn oma heb gehad. Was het dus het eerste wat in mij opkwam toen me gevraagd werd... Of ik aan dit project wilde meedoen... Van een kunstvoorwerp wat in je omgeving is... waar je dus bijzondere herinneringen aan hebt. Nou, dat is het hertje van oom Jan Kriegen. Het is gelukkig nog steeds in het bezit van mijn familie. Dus om het hier terecht te laten komen was geen enkel probleem. Medewerking werd gelijk verleend. En ja, dat vind ik bijzonder. Dus ik ben heel blij dat ik dat hier aan de bezoekers van het museum kan laten zien.